Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Bonaire Binnenste Buiten. Het wekelijks televisieprogramma waarmee wij onder meer ook op zoek gaan naar hoe het hart werkelijk tikt op Bonaire na 10-10-10. We hebben in deze aflevering vanavond een gast, een vrouw, een bijzondere. Ze zijn allemaal bijzonder, maar deze is heel bijzonder. Want deze heeft de moed om een heel eiland op haar schouders, haar charmante schouders, te gaan torsen. Of zoals anderen zich afvragen, waar haalt ze de gore moed vandaan om in die slangenkuil te springen waar Glenn Today 100 jaar ouder geworden is. Dames en heren, we hebben vanavond niemand anders dan Lia Emerentia. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond televisiekijkers, buonanotte, televidentes. Papa, mi onore, un placer dit aan dit programma. Igualmente, het is voor mij ook een hele eer. Ja. Ik ben blij dat u tijd hebt willen vrijmaken om te komen, om in Binnenste Buiten, Bonaire Binnenste Buiten, met mij te praten. U weet, Binnenste Buiten, dan praten we over wie ben je, wat doe je, waarom doe je wat je doet. In de context van waar waren we, waar zijn we beland en waar gaan we naartoe. De eerste vraag is dan ook traditioneel. Wie ben jij als mens? Nou, als mens denk ik dat ik... Ik over het algemeen sta ik bekend als een redelijk rustige persoon. Okay. Ik denk heel vaak toch best wel lang na over zaken die ik doe. Mm. Aan de andere kant neem ik ook vaak heel spontane en snelle beslissingen. Maar ik ben een Libra. En die staan erom bekend dat ze toch wel soms denken... Ja, ze moeten steeds in feite de pro's en de contra's en allerlei zaken tegen elkaar afwegen. Op zoek naar de gulden middenweg. Ja, ja. Over het algemeen word ik niet zo snel boos. Mm-hmm. Maar wanneer ik boos word, dan ben ik ook echt boos. Ik ben gewaarschuwd. Ja. Voor de rest... Nee, niet gebonden aan een bepaalde religie. Wel, zou ik zeggen, wel gelovig, ja, maar op mijn manier. Ja. Ik geloof wel aan een God, maar ik voel me niet geroepen om me te binden aan één specifieke kerk. Ja. Ik kom van Aruba, ik ben daar geboren. Ja. In een gezin van... Wat was dat voor gezin? Wat deed je vader? Mijn vader was militair. Hij was eigenlijk een hele lange geschiedenis. Geboren op Bonaire. Okay. Met ongeveer 15 jaar vertrokken naar Curaçao. Daar heeft hij ambachtschool, zoals het toen nog heette, heeft hij gedaan. Ja. Hij heeft gewerkt in de haven op Curaçao. Okay. Daarna is hij naar Aruba vertrokken, gewerkt bij de Lago. Okay. Trouwens, op Curaçao was het niet direct bij de haven, het was eigenlijk meer bij de Shell. Okay. Maar in ieder geval met verband houden met de schepen enzovoort. Ja. Nou, dan op Aruba gewerkt bij de Lago. En daar op een bepaald moment, toen de oorlog uitbrak, bij de marine gegaan, dus in de militaire dienst. Okay. Daar heeft hij ontzettend veel vrienden gemaakt van verschillende districten van Aruba. Mm-hmm. Onder andere van Noord, Bobali. Okay. Nou, en op een goede dag gaat hij op bezoek met zijn vrienden van Bobali, Noord, familie Tromp, jongens Tromp. En daar leert hij dus een nicht van hen kennen en dat is dus mijn moeder. En vanuit... dat huwelijk zijn 12 kinderen geboren, waarvan ik de 7e ben, samen met mijn tweelingzus. Ik heb een tweelingzus. Oh, leuk. En wij zijn nummer 7 en 8. Dus aan het begin van de tweede helft van de 12 kinderen. Oh, jij bent dus in een groot gezin. Hè? Ik ben in een groot gezin opgebracht. Wij waren veel kinderen. Eén daarvan is gestorven, maar ik heb ook veel nichten, neven. Dus het familieleven, familiecontacten, dat is voor mij iets wat ontzettend belangrijk is. Je bent op Aruba geboren. En ja. Ja, wat was dat voor een gezin, behalve dat het groot en waarschijnlijk vreselijk gezellig was? Waren ze erg religieus? Mijn ouders zijn heel erg religieus. We zijn allemaal katholiek opgebracht. Ja. Maar het was een heel gezellig gezin, een heel goed georganiseerd gezin met veel regels. Ja. Maar ook wel flexibiliteit. Mijn vader was militair, zoals ik eerder zei. Ja. Dus hij had als het ware een klein legertje thuis. In die zin dat wij hadden van dat soort van schema's. Hè. Dus ja, dat moet wel met 12 kinderen. Organisatie. Jazeker. En we kwamen nooit later op school. Dus dat betekent dat vroeg opstaan. Iedereen had een taak 's morgens voordat je naar school ging. Moest je vegen, moest je
het huis schoonmaken. Ja. Mijn vader was toch wel een uitzonderlijke man, want wij mochten onze moeder niet lastigvallen 's morgens. Die mocht uitslapen. Oh, wow. Die had nog voldoende taken te doen gedurende de dag, maar ja. Wij waren gewoon helemaal georganiseerd om zelf onze dingen te doen. Mijn oudste zus en de oudste broers die hadden natuurlijk ook wel een belangrijke rol daarbij. Mm-hmm. Maar op die manier... Jij komt in het midden, dus jij bent gepamperd. Hè? Je hebt voorbeelden die ouder zijn en je hebt kleine waarvoor je kan zorgen. Ja, het is eigenlijk wel een uitzonderlijke positie. En misschien heeft me dat ook wel een beetje voorbereid voor de functies later in het leven. Ja. Want je had te maken met, zeg maar, autoriteiten, zou ik ze bijna noemen. De oudere broers en zussen, uiteraard mijn ouders daarboven. Ja. En dan de jongere broers en zussen. Ja. En op de een of andere manier moest je daartussen een positie zien te zoeken. Ja, ja. Overeind blijven. En toch... Dat is een voordeel. Maar wij waren ook wel de bindende factor. Ik zeg wij, mijn tweede zus en ik. Oh ja. En nog steeds. Heb je een goede band? Met mijn tweelingzus? Ja. Jazeker. Ja, ja. Ze is meer dan zijn zus. Dus, wat spraken jullie thuis? Nee, papiaments. Ja, altijd. Arubaans papiaments. Een combinatie van Moderiaans en Arubaans, denk ik. Ik ben er heel erg trots op. Ja. Ik ben ook een hele grote voorstander van papiamento. Okay. Ik spreek niet Nederlands met u omdat u dat had gevraagd, maar normaliter spreek ik papiamento. Ja. Papiamento, zegt men op Bonaire. Papiamento. Maar mijn ouders hebben ons heel sterk de liefde voor onze eigen taal mm-hmm. en de eigen cultuur bijgebracht, maar ook heel veel interesse in de cultuur van de regio. En op Aruba opgroeiend hebben ze jullie wel voorgehouden, maar denk erom, wij hebben ook iets met Bonaire. Oh ja, zeker. Ik ben definitief zijn wij kinderen van een Arubaanse moeder en een Bonaireaanse vader. Dus die combinatie was altijd aanwezig. Ja, ja. Ik kan me nog herinneren, altijd met Dia de Bonaire brachten wij altijd door in Club Bonaireano op Aruba. Ja, ja. Mijn vader is trouwens een van de medeoprichters van Union Mutualista Bonaireano, zoals het heet. Een zeer uitzonderlijke organisatie met hele interessante principes met betrekking tot samenwerken, met betrekking tot solidariteit, met betrekking tot ondersteuning. Hier op Bonaire? Of op Aruba. Aruba. Het bestaat nu al meer dan 60 jaar. Okay. En dat was vooral ook voor die tijd een heel opvallende organisatie. Omdat ze verschillende principes die later door vakbonden, die later door coöperatieven, die later door zeg maar, de gestructureerde sociale zorg zijn overgenomen, hadden zij vanaf het begin als uitgangspunt genomen. Zoals? Om zich te... Bijvoorbeeld dat wanneer een Bonaireaan, maar het waren niet alleen maar Bonaireanen, ook andere personen konden zich aansluiten. Ja. Als iemand bijvoorbeeld werk verloor, dan werd bijgesprongen. Werd het gezin bijvoorbeeld geholpen voor 2-3 maanden, zodanig dat men dus de tijd kreeg om een nieuwe betrekking te zoeken. Of bij bouw van huizen, of wanneer een huis afbrandt bijvoorbeeld. Men stond klaar om elkaar te helpen. Maar echt een heel bijzondere organisatie. Wat hebben je papa en je mama je meegegeven om de eerste vrouwelijke gezaghebber te worden van Bonaire? Doorzettingsvermogen. En ik denk vooral dat, een doorzettingsvermogen en geloven dat wanneer je denkt dat iets correct is, ga ervoor. Mm-hmm. Oké. Okay. En in principe, dat je in principe mogelijke obstakels kan overwinnen. Ja, ja. Door bepaalde principes te hanteren, bepaalde waarden zou ik bijna zeggen. Ja. En het is in de eerste plaats om in ieder geval niet te laten afschrikken door zaken die men zou kunnen beschouwen als problemen. Maar de problemen te zien, zoals het tegenwoordig modern heet, als mogelijkheden, als opportunities. Ja, ja. En eigenlijk jezelf ook altijd dwingen, zou ik zeggen, om een bepaald, wat even noemen we toch probleem, een bepaalde situatie, van verschillende kanten te bekijken. Ben je een dolomina of zo? Nee, ik denk niet dat ik mezelf een dolomina zou willen. Maar wel een beetje op de barricades in jouw... Nou, ik ben een mens die gaat voor bepaalde rechten.
die gelooft in eigen capaciteit. Ik denk dat ik geloof dat ik in staat ben om te leren. En daar ga ik altijd vanuit. Ik ga er nooit vanuit dat ik helemaal alles zou weten of helemaal klaar zou staan voor welke taken dan ook, of welke situatie dan ook. Maar één ding weet ik wel zeker, en dat is dat ik kan leren. Oké. Laten we iets verder gaan. Je groeit op in dat Bonaire, Aruba. Dat zijn, ja. En in dat gepemperde gezin met z'n allen. Wanneer komen jullie hier? Hoe gaat je opleiding? Zullen we daar snel overheen gaan? Ja, nou, ik heb dus tot mijn 17e op Aruba gewoond. In de eerste etappe tenminste. Daarna toevallig in dat jaar, hetzelfde jaar dat mijn vader overplaatsing heeft gekregen om in Nederland verder te gaan met zijn professionele baan, dus als militair. Datzelfde jaar zouden drie van ons thuis uit huis gaan om te gaan studeren. Okay. Dus onder andere mijn tweelingzus, mijn broer en ik. En toen ben ik op 17-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gegaan. Maar dat was toen met heel mijn gezin, want mijn ouders zijn toen met 8 kinderen richting Nederland vertrokken. Ik ben toen begonnen in 72. Ik heb onderwijskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Pedagogie? Ja, pedagogiek en gespecialiseerd in onderwijskunde. Oké. Ja, dus ik noem mezelf eerder een onderwijsspecialist dan een pedagoog. Oké. Toen ben ik in 80 teruggekomen op Aruba. Daar direct gaan werken bij de lerarenopleiding. En daarna bij het Pedagogisch Instituut. 16 jaar gewerkt in de opleiding van leerkrachten. Ik ben dus in principe een opleider van leerkrachten. Van alle verschillende niveaus. Mijn tweede grote werk was als projectleidster van een groot innovatieproject. Onderwijs-innovatieproject op Aruba. Kleuter- en basisonderwijs. Want je bent organisatiedeskundig. Ja, maar dat ben ik later geworden. Oh, oké. In die zin dus die tweede baan heb ik gedaan, was op verzoek van de minister van Onderwijs van toen. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan als onderwijsspecialist en ervaren in het onderwijs op Aruba. Okay. En dan met name ook gespecialiseerd in onderwijsvernieuwing. En mijn derde grote baan was dus als rector van de Universiteit van Aruba. En in de gedurende de jaren dat ik rector was van de Universiteit van Aruba, 8 jaar lang was dat, heb ik ook mijn promotie gedaan. Wacht even, dan hebben jullie een stoeletje gewisseld met Todé? Ja, daar lijkt het op, ja. Ja, want jij bent op zijn plek gekomen. Hij is nu rector in Aruba. Ja, maar wel met een tussenperiode, want ik ben op 1 oktober 2010 ben ik afgetreden als rector. Okay. Na 8 jaar rectorschap, wat eigenlijk voor die functie heel lang is. Ja. En toen heb ik een nieuwe functie gekregen in de Universiteit van Aruba. Oh, okay. Toen was ik directeur van het onderzoekscentrum. Okay. En iets meer dan een jaar daarna, dus in januari 2012, is Glenn Todé aangetreden als rector. Dus het was niet direct volgend Nee, aan maar mij. Het is grappig dat ik... Ja, in principe wel dezelfde Want functie. Want in feite kom jij hier als gezaghebber. Ja. Zijn vorige baan. En... Ja. Dat is heel toevallig, ja. Ja. Dus geloof jij in toeval of denk je dat de dingen ergens geregisseerd worden in de natuur, in de kosmos, in God? Ik geloof persoonlijk dat alles wel een reden heeft. En dat is ook de reden waarom, over het algemeen, uiteindelijk maakt het wel makkelijk om beslissingen te nemen, want je denkt er zal wel een reden zijn waarom. Ja. Waarom dit zo op me afkomt. Ja, maar dan moet je natuurlijk dus een valkuil daarvoor, omdat je niet met alle winden meewaait. Van ach, het gebeurt toch wel, het zou wel een reden hebben. Nou, ik waar definieer, vind je die balans? Ik definieer met winden meewaaien, definieer ik als iets anders. In termen van posities innemen en op een bepaald moment niet eigen standvastige principes hebben. Mm-hmm. Nee, met dat andere bedoel ik meer. Dat er soms, situaties plotseling op je weg liggen. Mm-hmm. En die komen helemaal onverwachts. Ik had dit helemaal niet gepland, maar. Want dat wil ik je gaan vragen. Je komt uit de wetenschap. Ja. En dan ga je in een functie die niet wetenschappelijk is. Dat weet ik niet. Nee? Nou, wat is wetenschap?
om te beginnen. Nou, maar, kijk, ik ga ervan uit, en het is ook altijd mijn positie geweest in mijn professionele leven, dat je wel moet kunnen doen. En ik geloof niet zozeer in de wetenschap van zweven in termen van alleen maar theorieën. Hmm. Als je niks kunt doen met de theorieën, dan hebben de theorieën voor mij niet zoveel waarde. Ja. En gedurende mijn 32 jaar lange professionele ervaring heb ik maar 8 jaar in de universiteit gewerkt. Ik heb wel altijd in hoger onderwijs gewerkt, dat wel. Hmm. Behalve de jaren dat ik projectleider was van onderwijs van UWE. Maar ik benut mijn theoretische kennis in de praktijk. In termen van ondersteunen van ontwikkeling, creëren van nieuwe situaties, werken met mensen. En aan de andere kant, de ervaring brengt ook nieuwe theorieën op. Dus je theoretiseert ook over je ervaring. Dus je gaat nadenken van waarom zit die ervaring zo in elkaar, waarom zit de wereld zo in elkaar. Dus die twee dingen gaan samen, wat mij betreft. Ik ben geboren in 54. Oké. Okay. Kunt u zelf rekenen. Nee, ik voel mezelf nog jong genoeg om heel veel te kunnen doen. Mm-hmm. Maar daarnaast ben ik ook weer oud genoeg om deze functie aan te kunnen. En ik zeg het wel heel eerlijk. Ik denk dat uiteindelijk het meer zal gaan om mijn levenservaring dan om mijn professionele ervaring. In deze functie? In deze functie. Ik denk dat het meer gaat om het leven gekend te hebben en nog steeds in het proces om het te kennen. Om ervaring te hebben gehad met tegenslagen, met verlies, met allerlei een brede scala van emoties, met allerlei soorten van wendingen van het leven. Ik denk dat eerder dat het is wat maakt dat ik zeg van, ik denk wel dat ik in deze functie zal kunnen leren. En zeker mijn best zal doen en kunnen doen. En dan zozeer vaardigheden. Die vaardigheden zijn wel belangrijk. Ben jij gevraagd of heb je gesolliciteerd? Beide. Beide. Waarom wilde je weg uit die veilige wetenschappelijke wereld? Aruba, het is, hè? Universiteit Aruba. Ze schijnen daar top te betalen. Hè? Dus volgens mij ben je al binnen. Nou, ik weet niet welke informatie u heeft. De honoreringen, dus de salarissen op de universiteit zijn niet zo uitzonderlijk in vergelijking dus met de universitaire wereld, laat me dat even zo stellen. Maar als u bedoelt met binnen, ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt, maar in ieder geval... Dat je niet meer hoeft te werken. Nou, nee. Dat is niet zo. Okay. Nee. Maar ik kan wel zeggen, kijk... Gesolliciteerd en gevraagd. Ja, want de procedure was sollicitatie. Okay. Maar ik ben benaderd met de vraag of het niet iets voor me zou zijn om te solliciteren. En ik heb gesolliciteerd, dus ik heb gewoon meegedaan met de open procedure. Oké. Okay. En Waarom? Waarom wil je gezaghebber worden van Bonaire? Ik hou van Bonaire. Oké. Okay. En ik hou van de uitdaging. Okay. En ik denk dat ik, dat gezien mijn ervaringen, in het leven en in professional life, professioneel leven, denk ik dat het wel op zijn plaats is dat ik een poging waag om dit te doen. En wat is dat ding in die functie van gezaghebber dat jou zo aantrekt? Nou, ik denk... Het salaris? Ik denk de mogelijkheid om via dialoog met de verschillende partners, want er zijn verschillende partners in het hele proces. De bestuurders van het bestuurscollege, de leden van Eilandsraad, de bevolking, de verschillende maatschappelijke groeperingen, niet te vergeten partner Nederland in dit alles. Om te proberen via een dialoog de beste ontwikkeling voor Bonaire teweeg te brengen. Daar hou ik van. Waarom hebben ze je geadviseerd om te solliciteren? Waarom denken ze, daar moet je gaan en wat moet je hier komen opruimen eigenlijk? Ik weet niet of ik zozeer iets moet komen opruimen. Ik spreek liever in termen van iets op te bouwen. Verder op te bouwen. Ja. Waarom men heeft mij gevraagd, denk ik, omdat men denkt dat ik dat zou kunnen. Of dat Bonaire dit nodig heeft wat jij hebt. Ja, ik hoop dat ik inderdaad... En wat Bonaire is het wat je hebt wat Bonaire nodig heeft in die functie? Geduld. En ik denk dat ik heb veel gevoel voor humor. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik... zo snel in de put zit.
Zoals ik al eerder zei, ik ben eigenlijk opgegroeid professioneel in een wereld waarbij je een heleboel zaken voor het eerst moest doen. Waarbij niks makkelijk was. Ik heb geen enkele job gehad waar het makkelijk was. Mm-hmm. Het was altijd from scratch of zaken opbouwen of opbouwen in heel veel werken met veranderingsprocessen. Ja. Waar het altijd neerkwam op werken met mensen, dialoog, luisteren naar verschillende meningen. Werken in settings van conflict of in ieder geval van verzet, in ieder geval van de resistentie. Yeah. Ja, dus ik ben daarin opgegroeid. Ik heb nooit gewerkt in makkelijke situaties, nooit. Wat is je visie en je missie met deze functie? Wat heb je voorgenomen om hier te bereiken als gezaghebber als je weggaat? Hoe wil je de geschiedenis ingaan? We zitten nu in een situatie, we komen er straks op, gaan we over praten. De veranderende staatkundige situatie. Ik noem het de annexatie van Bonaire door Nederland. Jij bent hier door de kroon benoemd. Je zit hier gewoon die Makamba's hun belangen te behartigen. Eigenlijk ben je Makamba Preto. Nee hoor, ik voel me, ik ben wie ik ben en ik ben geen Makamba Preto. Ik ben een persoon met een heel lang leven wat betreft om je eigen identiteit te vormen en Makamba Preto, daar behoor daar niet bij. Niet bij, maar ik ben, nee, ik ben wel Preto. Ik ben wel Preto. Ja, ja, daar heb ik geen twijfel over. Daar ben ik zelfs trots op. Door de kroon benoemd. Hier zitten. Het beeld bestaat van de gezaghebber. Dus eigenlijk de puppet van Politiek Den Haag. Die houdt hier de boel in de gaten. Brieft dat allemaal door naar Den Haag. En uiteindelijk met z'n allen annexeren ze dat eiland. En beloven dat volk een heleboel beloftes waar geen fuck klopt. Weet je, maar over het algemeen is mijn antwoord daarop, je bent er zelf bij. En dat, daarmee heb ik eigenlijk ook mijn hele visie aangegeven. Ik geloof dat niets behoort te kunnen gebeuren als je daar, weet het, terwijl je er zelf bij bent. Oftewel, als je daar niet zelf een bepaalde vorm van toestemming aan geeft. Praat helder. Je bedoelt, het volk heeft gekozen voor deze weg en dan moeten ze niet zeuren. Dat zeg ik niet. Wat ik zeg is dat het volk en iedereen heeft uiteindelijk het heft in eigen handen. Alle politici waar je mee te maken hebt, de mensen in de overheid, hebben allemaal getekend. Voor de annexatie van Nederland. Nou, ik neem aan dus dat zij dat niet zagen als annexatie. Ik neem aan dus dat zij daar een andere definitie aan geven. Ik denk dat u trouwens die vraag aan hun zelf moet stellen. Van waarom, wat hun redenen en hun motieven waren. Ik vraag het aan u, omdat u ermee zit. U bent het hoofd van het bestuurscollege. Ja, maar u bent de baas. Ja, maar als u mij vraagt over wat hun motieven waren en waarom hebben ze getekend, dan moet ik u dat antwoord maar geven. U zegt dat kan het, ik niet de antwoord geven. U zou het woord annexatie niet gebruiken? Nee, want annexatie volgens mij is... zou je een situatie hebben waar je bijvoorbeeld geen eilandsbestuur meer zou hebben. En ik denk niet, en ik zou zeggen gelukkig, is dat niet het geval. Je hebt een eilandsbestuur, en dat, je hebt een, wat het tegenwoordig heet, een openbaar lichaam. Je hebt mogelijkheden om op een bepaald moment beslissingen te nemen. En uiteindelijk heb je altijd de mogelijkheid dat het volk zou kunnen beslissen van wij willen iets anders. En ik denk vooral bijvoorbeeld aan de... Ik kom uit van Aruba en kent waarschijnlijk de geschiedenis van Aruba. En ik denk dat ik van Aruba heb ik zelf als ervaring meegemaakt dat het mogelijk is. Kijk, Aruba zat in een situatie meer of meer gelijk als Bonaire op een bepaald moment in de geschiedenis. En op een bepaald moment ontstaat er een beweging op Aruba. En dat heeft jaren geduurd. En op een bepaald moment komt daaruit een wens voor status apart. En dat wordt gerealiseerd. Dus wat dat betreft, ik kom wel voort uit een achtergrond waarbij mij in ieder geval het bewijs is geleverd dat het mogelijk is. Dat wanneer een volk bepaalde zaken wenst en het wenst het vurig en er is daar een eenheid, dat dat in principe wel geregeld kan worden. Ik ben het helemaal eens met u. U praat, u hebt absoluut gelijk. Als een volk dat wil, dat Arubaanse volk is het gelukt. Omdat het Arubaanse volk volgens mij niet dat slavenverleden had wat de Curaçaose mens en de Bonaireaanse mens mee te maken heeft gehad. Is dat niet zo? Is het niet het wezenlijke verschil tussen een Arubaan en de rest van de Antillen dat ze onderling elkaar de kop afhakken, maar ze naar buiten treden, één blok zijn waar je geen spel tussen krijgt? Oh. En ontbreekt dat niet hier, samenhorigheid? Is dat niet de oorzaak dat de mensen hier voor de gek gehouden konden worden, dat we gelijkwaardig zouden zijn, dat de zorg gelijkwaardig zou zijn, het onderwijs gelijkwaardig zou zijn? Gelijkheid is ons beloofd.
Hoe deelt u daarmee als gezaghebber? Wat doet het met u als mens als u op die functie zit? U ziet toch die ongelijkheid? U ziet toch dat die mensen de 15e, 16e van de maand hun portemonnee leeg is? Weet u, ik zie een heleboel problemen. Ik zie ook teleurstelling. Ik heb elke week donderdag spreekuur en dan krijg ik verschillende individuele personen die langskomen en die uiten hun bezorgdheid. Ik heb verschillende rapporten gelezen, analyses, waarbij één ding, of niet één ding, verschillende dingen duidelijk worden met één rode draad. En dat is dus dat niet is uitgekomen wat men had verwacht, zonder meer. En daar heb je dus een enorme uitdaging. Kijk, de geschiedenis is verlopen zoals het is gegaan. We kunnen daarop natuurlijk terugkijken. We kunnen ons afvragen van waarom is het mogelijk geweest dat men andere verwachtingen heeft kunnen koesteren als wat uiteindelijk realiteit is geworden. Ik was er niet bij. Ik kan dat niet precies uitleggen. Ik denk dat u die vraag moet stellen aan de politici die hier waren. Maar ik zou niet zien waarom op Aruba bepaalde zaken wel mogelijk zouden zijn en op Bonaire niet. In termen van dat de bevolking duidelijk maakt van wat hij wil. Ja. En dat een bevolking op een bepaald moment een stem kan laten horen van wij zijn niet tevreden met dit en we willen een andere. Of wij willen op een bepaalde manier willen wij een situatie creëren. Snapt u? En ik denk dat ik als gezaghebber nu volop in dat proces zit. En daar ben ik me totaal van bewust. Ja, en ik denk dus dat we nu een hele periode tegemoet gaan waarbij dus 10-10-10, nadat het zeg maar een structuur is geweest, nu wordt het steeds meer werkelijkheid in het leven van mensen. En zoals u dat zei, men voelt het in de portemonnee. Ik ga ervan uit dat zaken geanalyseerd zouden kunnen worden. Ik ga ervan uit dat waar er grote problemen zijn, dat die problemen opgelost kunnen worden. En ik leg daar een hele grote verantwoordelijkheid op de schouders van de lokale overheid. Want zij zijn volksvertegenwoordigers. De gezaghebber heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid daarin. Maar de bevolking, het volk, moet erop kunnen vertrouwen dat haar belangen worden verdedigd, worden verwoord ook door een regering. En daar ga ik voor. Verder werk ik ook met de Eilandsraad. Ik ben voorzitter van de Eilandsraad. Ja. Daar, dat is de volksvertegenwoordiging? Dat is de volksvertegenwoordiging. Ja. Die vergadert in principe twee keer per maand. Maar toevallig misschien heb ik afgelopen maand 4 vergaderingen gehad. En dat is ook best wel intens. Daar gaat het vooral om vergadering goed te leiden, mm-hmm. te zorgen dat de zaken goed worden behandeld. Bijvoorbeeld als vragen ook goed worden beantwoord. Ja. En dat alles zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. Als gezaghebber ben ik ook verantwoordelijk voor veiligheid over het algemeen op het eiland. Ja, ik ben de baas dus van de politie. Ik ben plaatselijk hoofd van de politie. Ja. Ik heb ook een speciale verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding, voor crisisbeheersing. Ja. Ja. Dus al dat soort van zaken, handhaving, toezicht, dat soort van zaken vallen ook onder mij. Dus ik vergader elke week met een driehoek, waarbij we dus verschillende, met het Openbaar Ministerie, met de politie, waarbij we dus elke week opnieuw terugkijken van wat is de afgelopen week gebeurd aan ontwikkelingen op Bonaire in termen van criminaliteit, diefstal, geweld. En we proberen dus te komen met een adequate respons. En dat is best wel moeilijk hoor, want de gemeenschap vraagt aan de ene kant voor duidelijke maatregelen. Dan moet je dus toch wel daar heel serieus mee omgaan en daar goed een antwoord op geven. Aan de andere kant wil je niet alleen maar repressief bezig zijn. Je moet ook preventief bezig zijn. Je moet ook aandacht weten te stoppen in onderwijs, opvoeding, vorming, cultuur. Waar waren we? Wat was dat voor een Bonaire uit uw jeugd? Nou, even voor de duidelijkheid. Ik heb niet op Bonaire gewoond. Nee, herinneren, uw ouders komen van hier. U hebt vast vader, een beeld van een vreedzame plek. Ja, zeker. Ja. Heel vreedzaam, heel harmonieus, heel vriendelijk, iedereen. En dat is natuurlijk wel een beetje chockerend als je hoort van schietpartijen en steekpartijen. Ja, daar schrik je van. Of wanneer je bij de familie langsgaat en je kunt je herinneren dat alles open stond en alles was vrij en rustig en dan zie je tralies voor de ramen. Daar schrik je van. Ja, dus wat dat betreft denk ik dat wij heel hard moeten gaan werken. Heel serieus moeten gaan kijken van wat is er eigenlijk gebeurd met Bonaire? Waar komt dit allemaal vandaan? Wat zijn ook de factoren van vandaag de dag die maken dat
Bonaire dit soort van, of dat men op Bonaire dit soort van verschijnselen ziet. Want waar zijn we in beland met Bonaire? En nou, ik denk dat wij door verschillende omstandigheden, persoonlijk denk ik dus dat die wisseling van naar dollar een hele grote rol heeft gespeeld. De feiten zijn in ieder geval, dus, en dat tenminste ook wat je hoort in de samenleving, dat de prijzen enorm zijn gestegen. Je ziet ook, ik vrees voor een toename van contrast tussen zeg maar rijk en arm. Dat zie je, dat hoor je ook. En dan krijg je wat men noemt een demonstratie-effect. Men zou graag willen hebben wat men ziet dat de andere heeft. Maar ondertussen heeft men dus niet de middelen om dat te doen. Je krijgt allerlei sociale problemen. Dat punt wat u daarnet zei, van waar zit nou eigenlijk het beleid? Dat is ook het probleem wat wij vroeger hebben gehad met in de Nederlandse Antillen. Bijvoorbeeld onderwijsbeleid lag bij het land, verantwoordelijkheid lag bij het land. Ja. En uitvoering lag bij het eilandgebied. Ja. Nou, diezelfde scheiding heb je nu weer. Ja. Ik vind het persoonlijk heel jammer. Ja. Persoonlijk. Ik geloof namelijk dat het eilandgebied en vooral de volksvertegenwoordiging moet in ieder geval een grote invloed hebben. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. Maar de werkelijkheid is nou gewoon dat jouw leiders rubberstemd zijn geworden. Alle belangrijke taken liggen gewoon bij de Nederlandse departementen. Is dat nou, niet zo? Maar ik denk dus dat daar best wel een iets aan te doen valt. Ik denk dat op een bepaald moment er een hele duidelijke samenwerkingslijnen moet komen tussen het gebied Bonaire, of ook maar lichaam Bonaire, zeg maar, het lokaal bestuur en de beleidsmakers. De beleidsmakers moeten begrijpen dat je beleid, vooral ook onderwijsbeleid, cultureel beleid, kan je niet vanuit Den Haag maken. Gelukkig hebben we dus wel zeg maar, de vertegenwoordigers hier op het eiland zitten. Wat in ieder geval de mogelijkheid opent voor structureel, inhoudelijk samenwerking. En ik denk nogmaals, dat is echt wel mijn leuze, je bent er zelf bij. Dus wat er allemaal gebeurt of wat niet gebeurt, hangt ook af van het initiatief en de proactiviteit wat je inneemt. Hoe lang kan dit volk nog getergd worden? Halen we het tot over een paar jaar de evaluatie plaatsvindt en de nieuwe verkiezingen? Denken u dat de Bonaireaan zoveel geduld heeft in de barrios? Ik denk het niet als ik in Nicky Bokker zit. Ja. Nou, ik zal u zeggen, ik ben zelf ook bezorgd. Zoals ik daarnet zei, ik hoor veel. Zelfs voor de korte periode dat ik hier ben. En er zijn hele urgente zaken waar gewoon met heel veel spoed aan gewerkt moet worden. Deelname van de jeugd aan het onderwijs, het probleem van de criminaliteit. De koopkracht. De koopkracht, toename van drugsgebruik. Het zijn ernstig, die situaties. En ik wil geloven, en ik ga ervan uit, dat het bestuur dat soort van zaken ook ziet. Kijk, een gezaghebber kan dus niet alleen, u had het in het begin van het programma had u over, dat de gezaghebber de ontwikkeling van Bonaire op zich neemt. Het is niet zo dat de gezaghebber het eilandgebied of het eiland Bonaire regeert. Nee, de gezaghebber heeft wel een belangrijke functie. Moet ondersteunen, geeft wel leiding aan verschillende zaken. Maar het is uiteindelijk, wat betreft de lokale aspecten, is het een gekozen volksvertegenwoordiging die het volk regeert. Dus de gezaghebber hoort een constante factor te zijn. Ja. En wil dat ook zijn. Behoort het zeker te zijn en wil dat ook zijn. Mm-hmm. En dat betekent onder andere door ondersteuning te geven. En dat bedoel ik echt werkelijk ondersteuning te geven op basis van wat zij heeft aan ervaring en wat zij heeft aan kennis, et cetera. Maar ook door morele ondersteuning te geven aan het volk, door de medeleven te tonen, door, hoe zal ik het zeggen, maar aan te sturen dat de ontwikkeling naar een bepaalde richting gaat. Door soms met stemverheffing bij zo'n spreken bepaalde zaken te eisen. Dat is de rol, denk ik, wat een gezaghebber zou kunnen nemen. Moet een gezaghebber niet de guts hebben om tanden te laten zien? Tanden laten zien, zeker. Ik denk dat ik daartoe in staat ben. Anders heb ik niet de functies kunnen uitoefenen die ik heb uitgeoefend. Aan de andere kant zeg ik ook wel dat ik ook heel erg ben gaan geloven in dialoog. Om te proberen om via overtuiging mensen samen op één bepaalde lijn te krijgen. Het vechten is vaak makkelijker en soms moet je dat doen. Maar ik kijk terug op 32 jaar professionele ervaring en hebben gewerkt in verschillende moeilijke situaties. En mijn conclusie is dat je toch vaak verder komt door te proberen om tot overeenstemming te komen. Wat wel betekent dat je heel
principieel en heel consistent moet zijn in de zaken die je uitdraagt, de principes die je hebt. Dus dat je een duidelijke visie hebt, dat de ontwikkeling van Bonaire voorop staat, dat je niet gemanipuleerd wilt worden, dat je niet gediscrimineerd wil worden, dat je de zaken wil en eist om te doen conform de wettelijke voorschriften, conform deugdelijkheid, conform integriteit. Dus dat je staat dat de zaak, daarop staat dat de zaken gaan op die manier. U bent de voorzitter van het bestuurscollege. Ja. En in het bestuurscollege heb je te maken met een partij waarvan in ieder geval één van de gedeputeerden een verdachte is. Een verdacht van alle soorten nare dingen die je niet hoort van verdachte zijn in die functie. Je hebt met een machtsstructuur als van een UPB te maken die in de barrios tot in de barrios heel goed georganiseerd is. Mm-hmm. Waarvan de eigenaar, het opperhoofd, de heer Boy, ook een andere aangeschoten wild is. En je praat over een gezaghebber, het heeft zijn principes en een gezaghebber zal volgen de lijn naar de wet. Hoe dealt u daar persoonlijk mee? Als u daar in zo'n vergadering voor zit en u kijkt naar zo'n man, zo'n Bernie, denkt u niet van, jou moet ik extra in de gaten houden? Of hoe gaat dat in de praktijk? Als je met al die wetenschap daar voorzitter moet zijn. Nou, ik ga ze roepen daar in het Wilderjaanse Nederland, corrupte bende daar, verkopen die boel op sodemieteren, geen cent meer. Dat is de laatste ontwikkeling. Ja. Hoe dealt u? Ja. Onder die omstandigheden van uw volk houdend, met zo'n bestuurscollege waar het zwaard van Damocles boven hangt. Ja. Niet makkelijk, moet ik niet te zeggen. Belast, vervelend, ja, ik weet het. Maar wat, nou, kijk, ik ga ervan uit. Praat binnenste buiten. Met nee, wat ik zeg, kijk, ik ga ervan uit dat het systeem zijn werk doet. En waarmee ik bedoel, dus dat, dat het Openbare Ministerie bezig is met processen. Mm-hmm. En dat bepaalde besluiten, bepaalde vonnissen nog genomen moeten worden. Mm-hmm. Daarover nog besloten moet worden. En dat de situatie zoals het nu bestaat, dat je een bestuurscollege hebt waarin leden zijn, waar die overigens, heb ik begrepen, nog niet formeel in staat van verdenking zijn gesteld. Maar wel in proces zijn. Ja. En dat in feite dus dat het proces gaande is. Ik heb die situatie zo aangetroffen. En maar dat wist u van tevoren, toch? Dat wist ik van tevoren, ja. En ik werk met het BC conform binnen de wettelijke kaders, bedoel ik, waarin een BC behoort te werken. Mm-hmm. Daar ga ik voor. Wat er verder daarbuiten gebeurt, en dat een relatie houdt met individuele personen of met structuur van de partij, et cetera, dat is des partij en dat is ook des volk om daarover te beslissen. Maar heel schadelijk voor de image van Bonaire. Nogmaals, heel schadelijk voor de bestuurders, ook voor u. Maar nogmaals zeg ik, dat zijn zaken waarover een volk zal heeft te beslissen. Niet voor mij. Niet, kijk, als men daartoe beslist om dat zo te zien, dan kan ik verder niks aan doen. Maar de gezaghebber is geen lid van geen enkele politieke partij. Is daar niet aan gelinkt. Wil daar ook niet aan gelinkt zijn, aan geen enkele partij. En behoort er niet aan gelinkt te zijn. De gezaghebber is neutraal en is onafhankelijk. Te alle tijden. En wat betreft dus dan uw vraag, hoe ga ik ermee om in BC? Wat ik in principe doe. Voor je geweten? Voor mijn geweten is het zo dat ik in ieder geval probeer dat onder het mijn gezaghebberschap in ieder geval geen besluiten worden genomen waar ik kennis van heb. Waar op de een of andere manier tegenwettelijke principes of tegen principes van deugdelijkheid van bestuur in wordt gegaan. Dat is wat ik kan zeggen. Er worden geen besluiten genomen zolang deze gezaghebber daar zit waar Deepak en andere kraaltjes en kettingjes mogen verkopen op onze. U gaat in om zaken waar u meer van schijnt te weten als ik. En ik denk niet dat ik op die manier daar antwoord op kan geven. Waar gaan we naartoe met Bonaire? Waar waren we? We zijn beland. Waar we in beland zijn is zorgelijk, maar niet hopeloos, zegt u. U bent optimistisch. U wil kracht te geven om uw Bonaire, waar we nu in zijn, te leiden naar prosperity. Vanuit het bestuur in ieder geval. En daar gelooft iedereen, want anders zat u hier niet. Ja, kijk, voor mij is dat een heel principieel punt. Kijk, want als je gelooft dat iets niet mogelijk is, dan zeg je inderdaad, nou, mensen, geef maar op. Hè, van, en lever maar in en stel jezelf dan onder curatele. En dat weiger ik de ene maal op te geloven.
Ik kom zelf van een eiland, van Ilse Tillen. Trotse negerin, oké. Okay. Ja, nee, maar ook het is een principiële positie in het leven. Hmm. Want anders ga je ervan uit dat je zelf niet in staat bent om jezelf... Je hebt het over de rijksmaatregel van toezicht, daar heb je het over. Ik heb het over alles. Ik heb het over zelfs ook als het gaat om je individueel persoonlijk leven, of het gaat over een regering, het gaat over een gemeenschap, het gaat over een organisatie. Hmm. Als je begint te stellen dat je eigen probleem niet kunt oplossen, dan heb je jezelf een brevet van onvermogen gegeven en heb je toestemming gegeven om jezelf van de curatele te laten stellen. Right. Kijk, en daarom als u mij zegt van, ja, maar u werkt in een bestuurscollege en dat kan gelden voor deze bestuurscollege, kan gelden voor welk bestuurscollege dan ook. Mm-hmm. Ik, als je dat zo stelt, dan kan je zeggen, nou, dan hef dan op de positie van gezaghebber. Of hef dan op de illusie dat je überhaupt een gezaghebber zou kunnen hebben. Gaan richting onafhankelijkheid. Ja, lever jezelf in. Ja, precies. Kijk, ik ga ervan uit dat je in principe in staat zou moeten zijn om je eigen ontwikkeling ter hand te nemen. En ja, er zijn uitdagingen. En ja, we zijn in een bepaalde ontwikkelingsfase. En ja, bepaalde zaken hebben nog geen vorm gekregen. Mm-hmm. Ik kom zelf van een eiland, Aruba. We hebben ook verschillende fasen gehad. Een heleboel zaken die hier op Bonaire gebeuren, hebben ook plaatsgevonden op Aruba en vinden naar mijn gevoel nog steeds plaats. Mm-hmm. Ja, dus het is niet zo dat ik kom uit een wereld waar ik dit soort van zaken niet ken. Mm-hmm. Maar ik ga er wel vanuit dat zelfs in die wereld moet het mogelijk zijn dat zeg maar goede principes, goede waarden kunnen bloeien. Okay. Daar ga ik vanuit. Daar geloof ik in. Okay. Want anders, dan gaan we voor. Gaan we voor. Dat moeten we. En u hoopt en bidt dat de patiëntie van de Bonaireaan nog even gestand houdt tot de evaluatie of tot men beseft in Nederland of hier die tweede laag van ambtenaren hier dat deze ongelijkheid en deze wissel die getrokken wordt op het kind aan de onderkant hier niet eindeloos kan doorgaan. Nou, ik denk dat wij nu een fase voor ons hebben waarbij we verschillende zaken zelf vorm moeten gaan geven. Wij moeten duidelijk onze voorstellen op tafel leggen, onze wensen. Wij moeten in onderhandeling, in overleg, in dialoog treden. En als u zegt geduld, ik denk niet dat wij daarmee moeten begrijpen dat wij de problemen niet moeten oplossen. Mm-hmm. Nee, integendeel, wij moeten de problemen oplossen. Mm-hmm. Al de zaken wat nu op tafel liggen, die moeten wij oplossen. Okay. Maar ik persoonlijk geloof ik wel, ik zie het niet helemaal zwart in. Ik zie op verschillende punten best wel de bereidheid tot samenwerken. Mm-hmm. Ik heb in ieder geval niet zelf op dit moment ervaren dat de situatie onmogelijk zou zijn. Okay. Ik zie het wel als uitdaging. Ja. Niet makkelijk. Ja. Maar ik zou niet op dit moment zeggen dat samenwerking met Nederland tot een onmogelijkheid behoort. Nee. Okay. Nee, helemaal niet. Hoopvol, optimistisch. Dat geeft de burger moed. Dankjewel. Vat je visie en missie even samen in het papier mens en geef die mensen daar thuis recht in de lens kijken, dan zien ze je tenminste een positieve upper. Ja. Papier, papier, noem maar. Sí, bon. Mi quiero visa pueblo de Bonaire, eta pa mi honor dita gezaghebber. Mita como de mi función como de tal manera como te mira, como perdono un apoyo na e desarrollo di Bonaire, pero lo cual con lo socio de Cubonaire, na un de Bonaire lo llega a un par de años, lo depende también para gran parte di e pueblo di Bonaire mes. Dus a me lo propone, mi te pidi también pa Bonaireano nan, pa tur persona na Bonaire, ta consciente e tiene capacidad, e tiene potencial, e tiene capacidad di visa, mi chiar tal cosa con Bonaire, mi chiar po Bonaire by tal direction, e non tiene capacità e non tiene disponibilità per noi stessi di una direzione in sé. Noi non abbiamo di dilaga e direzione di Bonaire dipende full di altre gente, tampoco di Holanda. Noi per cooperare con Holanda, cinque non stiamo lagando il sviluppo completamente di man di nan. As a matter of fact, noi stiamo in realtà parte di Holanda, per il punto che noi stiamo realizzando noi stessi, che noi stessi abbiamo il destino di noi stessi umani, come Bonaire. Lagano schiere di noi proprio capacidad, láganos tener confianza en nosotros mismos, láganos estar un pueblo orgulloso y láganos realizar y soñar con nuestro tiempo como Bonaire. Muchas gracias. Ook voor het kind aan de onderkant dat vanavond weer te weinig
de vrede heeft gehad. Dank u wel voor uw moed en uw bereidheid om dit paradijsje te redden van nare dingen die kunnen gebeuren als je een stadkundige ontwikkeling moet meemaken. Ja. Masha, dank u. Dank u en dank u voor de uitnodiging. Het was heel fijn met u gepraat te hebben. Hetzelfde. Dank je wel. Ik heb er heel veel geleerd. Dank u. Bedankt. Dat was het, dames en heren. Binnenste buiten volgende week weer. Bonaire binnenste buiten. Drumidushi. Poco poco ribagaminda. En ayo.